In Berchem is de vijfde editie van Pop-up to Date gestart. 8 beloftevolle creatieve starters kunnen hierdoor hun producten en ideeën in een tijdelijke locatie in de Drie Koningenstraat en de Statiestraat voorstellen. Maar er zijn ook deelnemers van vorige edities bij. Jazeker, dit is de tweede maal dat ik deelneem aan Pop-up to Date. En ik wou het zeker niet missen. Nu kom ik af met een nieuwe collectie. Een capsulecollectie, dus een voorloper op de zomer. Een van de 8 nieuwe pop-ups is Galerie Charcuterie. De insteek is eigenlijk dat het een galerij is, maar op een laagdrempelige manier. Dus dat het geen witte kale ruimte is, maar dat het echt helemaal vol hangt met prints. Dat klopt. Daarom hangen er ook zoveel werken. En is het niet een galerij met 1 tentoonstelling, maar met 30 tentoonstellingen door elkaar. Alle nieuwe pop-ups kunnen rekenen op steun en advies van ondernemers die al langer in de straat actief zijn. Ze hebben ons gevraagd om de andere pop-ups bij te staan als die vragen hebben in verband met een winkel hebben in deze straat. Dus we vinden het wel fijn dat we hun kunnen ondersteunen. Pop-up to Date is een initiatief van het district Berchem en Berchem Creatives. Meer informatie staat op www.popuptodate.be.